Van Ginkel, hoe zie je zijn rol op dit moment binnen het team? Nou, Van Ginkel is natuurlijk een complete middenvelder. Van Ginkel ken ik nog uit mijn periode bij Vitesse. Uit de jeugd is een jongen die compleet is. Box-to-box speler. Box-to-box, kan balletje afpakken. We hebben ook gif in zijn spel af en toe. Heb je gezien hier dat hij kwaad werd, dat hij een behoorlijke tackle, laatste voetje, wel eens een keertje staan. Dat mag ook in het topvoetbal. Meer Engels? Is dat een beetje zijn Engelse invloed die hij meebrengt? Die Engelse tackles? Nou, dat niet. Ik denk niet dat het met Engels, maar hij is gewoon zichzelf. Hij is bij Milaan geweest, hij is bij Stoke geweest, hij is nu bij Chelsea geweest. Dus daar pak je toch wat mee, want je hebt met de grote jongens natuurlijk ook gespeeld. Je hebt ze in de kleedkamer gezien, je hebt daarmee getraind. En Van Ginkel is voor PSV een geweldige versterking. Zeker. Basiswaardig ook volgens jou? Ja, hij staat hem 2 keer in de basis. Je hebt er 5 voor 3 plaatsen. Ja, als we Cuadrado als vaste man nemen. En dan heb je Maher en Van Ginkel, die moeten maar gaan knokken om dat middenveld te ontkrachten. Ja. En dat ga je natuurlijk ook wel krijgen. Ik vind het een hele goede zet van PSV. Waarom? Je gaat veel wedstrijden spelen op het allerhoogste niveau. Korte tijd, je gaat blessures krijgen en je gaat natuurlijk ook nu je kaartenlast wat krijgen. Je gaat die 5 gele kaarten aanlopen in de maanden maart en april. En dan heb je dus goede vervangers nodig. Ja, het komt natuurlijk ook wel op een vrij gelukkig moment met wegvallen van Cuadrado. Maar wat als hij straks weer terugkomt? Welke keuzes moet je dan gaan maken als trainer? Nou, dan kan je het af laten hangen van de wedstrijden die je speelt thuis of uit. Ja. Sterkte van tegenstanders. Je hebt nu gezien dat je dus kan variëren met 2 systemen wat goed uitgepakt is. Dus daar zit al een mogelijkheid in. En dan moet je maar laten zien in de wedstrijden en vooral op trainingen wie de sterkste is. En dat is natuurlijk ideaal voor een coach als Cocu. Die kan kiezen, dat is een luxe. En die luxe heb je ook nodig als je in de top speelt en als je absoluut weer kampioen wil worden van Nederland.